Hoi kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Ik probeerde op het muziekje zo een beetje mee te doen, maar ja, weet je, laat maar zijn. Wij gaan deze aflevering, dit huisje, weer verder bouwen. Omdat ik heel erg blij ben dat we hiermee zijn begonnen, omdat ik dit een leuk huis vind. En ik wil het afbouwen. Ik weet niet hoe we dat precies gaan beginnen. Ik denk dat ik gewoon een beetje gewoon ga ontwerpen met jullie. Dat lijkt me wel leuk. Zo. Dus wat we eerst gaan doen. Ik voel me net zo'n Lego bouwer. Nu voel ik me echt alsof ik mijn Lego speel. Hè. Oh, wat een leuk muziekje. Zo. In ieder geval. Hier zo twee. En dan daar twee. En daar twee. En daar twee. Ja. Ja. En daar zijn ze al. Dat is mooi. Hier kunnen kisten komen uiteindelijk. Of dat kunnen we nu ook al doen. Zeg. Zeg. Zo. En dan hier zo. Vier. Ja. En dan kunnen we die daar neerzetten. En dan kunnen we dan spullen in bewaren. Dat is wel vaak bij kisten. Wat willen we dan hier? Zoiets, denk ik. Gewoon zoiets. Ja. Simpel. Ja, ik weet niet wat voor uitleg ik erbij kan doen, want het is nogal simpel om te begrijpen. Laten we er nu zo'n randje overheen leggen. Gewoon een simpel randje. Zodat je meer iets krijgt van ja. Zodat het hoger is. Oh wacht, die moet daar niet. Maar we laten hem er wel staan. Want misschien komt die ooit nog goed van pas. Zoiets, denk ik. Ja. En plek overhouden voor ramen natuurlijk. Plup, plup. Plup, plup. En dan hebben we dit. Dat is al mooi. Ik ben er heel blij mee. Wat we eventjes moeten doen is een simpel trapje omhoog doen. Wacht hoor. Zoiets. En dan die naar daar. En die naar daar. Zodat we gewoon hierop kunnen geraken. Oké. Nog een randje of niet? Jawel hè? Maar ja. Dit is er gewoon. En dan hier nog zo'n randje. Ja. Kijk. Ja, oh ja. En dit is leuk. Als we dan hier zo'n groot raam doen. Shit, ik wou aanwijzen. Maar toen plaatste ik raam. Oh, wacht, shit, nee. Stop. Dit, nee. Dit is niet de bedoeling. Oké, wacht. Eventjes dit weg, want dat verpest de view. Oké, even nadenken. Komt hier zo de vloer. Ja. Dus eventjes gewoon hier de vloer maken. Ook met birch wood, denk ik. Dus dat is gewoon zo. En dan hier zo birch wood plaatsen, als het goed is. Ja, dat mag wel, hè. Zo. En ik vind het gewoon leuk. Dit is wat ik leuk vind. Huizenontwerpjes. Huizenontwerpjes, sorry. Ja, het klopt wel. Maar ik wou zeggen huizenontwerpen. Maar toen zei ik huizenontwerpjes. Klinkt ook wel leuk op zich. Zo. Ja. En dan krijgen we hier dus gewoon een vloer. Wat je hier wel krijgt is dat de vloer dus birch is. Dat is de bedoeling. Maar op de verdieping hieronder is het plafond is dus ook birch. En dat vind ik jammer. Dat geeft minder variatie. Oké. Nu. Gaan wij gewoon een rij maken. Wat is het midden van de... Ik denk, dit is het midden. Dan gaan wij gewoon dit doen. Dit is echt gewoon pure improvisatie. Denk ik. Zo, hè? Ja. En dan dit weer hoger, de hoekjes. Deze ga ik ook dicht doen, denk ik. Dat veronderstel ik toch. En dan zullen we dit een en al raam doen of zullen we het opdelen? Dit is wel mooi. Dat is mooi. Ja. En dan weer zo'n randje eromheen. En dan is gewoon iedereen blij. En dan krijgen we zeg maar hier zo'n soort van balkon idee. En nu moeten we er een heel groot dak op maken, denk ik. Is dat leuk? Ja, hè? Wacht. Dan doen we hier een deur. En hier een deur. Ja, dit wordt een leuk huis, jongen. En nu een dak. Ja. Wacht hoor.
Even nadenken. Hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dat van Oakwood doen? Of gaan we dat van Sprucewood? Zeker weten Sprucewood. Oké, wij gaan Sprucewood halen. Ik weet het nu al. Ploep. Oké. En zodra we thuis zijn, gaan we ook eventjes slapen. Want het is nacht. Zo, hoe vaak heb ik dat eigenlijk al gezegd in mijn series van Minecraft? We gaan slapen, want het is nacht. Echt al super vaak. En ik heb, oh god, heel veel lijken nu. Oké, laat maar. Het is weer goed. Ik word beschoten langs alle kanten. Oh, help. Oh. Nee, ik word toch niet beschoten. Maar ze probeerden het wel. Dat is wel wat er aan de hand was. Oh, nee, ga weg. Ik heb eigenlijk wel zin om alle creepers te vermoorden, gewoon zodat we veel gunpowder hebben. Zodat wij weer veel met TNT kunnen doen. Zoiets. En dan ga ik eventjes deze twee spullen, of eigenlijk vijf, in de kist doen. En dan gaan we slapen. En wat ik ging halen was spruce wood. Dus laten we dat eventjes onthouden, voordat we het vergeten en weer gelijk teruggaan. Jammer, er zijn monsters neerbij. Zo, hier gaat het wel. Dan laat ik hem wel eventjes staan daar. Want op een of andere manier, altijd als ik daar probeer te slapen, of op heel veel, of heel vaak in ieder geval, zijn er te veel monsters dichtbij. En dat is altijd wel jammer. Oké, spruce wood. Ik ga even bijvullen met dit. Oh nee, ik dacht, ja, hier zit nog de rest. Spruce wood, waar zit dat? Even ook wood meenemen. We hebben gewoon geen spruce wood meer. Oh nee, dat zijn die andere basis. Ah. Hoe gaan we dat doen? Ik denk gewoon daar halen, hè? Ja. Het zit volgens mij gewoon daar in die basis. Ik vind het zo jammer dat Koepaard weg is. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ja, jullie volgens mij ook, want jullie zeiden ook rap Koepaard en zo. Of in ieder geval sommigen van jullie. Er zijn ook mensen, die gewoon zeiden van, weet je, het maakt niks uit. Ja. En dan is het eigenlijk gewoon maar weer verder lopen. Ik zit nu met de Alex skin ding. En dat is puur omdat we nu geen internet hebben. Dat is heel vervelend. Heel lang had de router bij ons kuren. Zo noemen ze dat toch, volgens mij. En mijn vader zei, ja, dan gaan we een nieuwe kopen. Hè. En die zat hij net in te stellen. En dat ging fout. Of ja, ik weet niet wat er fout ging, maar het ging niet goed. Laten we het zo zeggen. En toen deed niks het. En nu zit ik dus even zonder internet. Ja, ik heb nog wel mijn mobiel internet. G. Of 3G is het eigenlijk. Dus dat gaat ook net goed. Oké, dan moeten we helemaal naar die basis. Om spruce te halen. Zie die reis die wij afleggen. Helemaal van rechtsboven naar dat puntje. Hier zo. Ach ja. We zijn er nu toch bijna. Dus eigenlijk valt het uiteindelijk wel mee. Bijna zijn we er. We zien ook, je ziet ook gewoon dat glazen dingetje. Dat vind ik altijd wel mooi. Zoiets. En dan gaan wij dit stukje zwemmen. En dan ligt de boot nog een best wel een klein beetje. Ja, nee, toch niet. Ik wou zeggen, hij ligt nog dichtbij, maar dat is niet echt zo. We kunnen er wel fatsoenlijk naartoe zo meteen. Oké, flap. Flap. Waarom zei ik dat? Pakken deze, deze, deze. En deze. Ja. En dan gaan we weer terug. Waar is de boot? Oh, super ver weg. Maar ja. We kunnen beter naar de boot zwemmen dan naar de kust helemaal. Dus ja. Flop. 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 Ik denk dat er gewoon iets wordt wat ik heel vaak ga zeggen tegenwoordig. Nee, niet tegenwoordig. In de toekomst. Niet in de toekomst, maar meer binnenkort. Ja. Want ik heb altijd zoiets wat ik zeg. Voor een lange tijd. En nu is dat flop. Oké, ik ga mijn render distance verder zetten. Zo, dat is beter. 20 chunks. Kunnen we tenminste ons huis zien. Of niet? Jawel, net. Ik denk dat het een leuk huisje wordt. Ja, ik ben er nu al trots op. Dus, zijn al goede tekens? Of tekenen? Tekenen is meer een werkwoord. Tekens, toch? Of is het meer... Ik weet het niet. Oké, wacht. Oh, wat gebeurt er? Nee, hij is kapot. Doei. Qua brug zit ik nog na te denken om iets anders te doen. Ik ga eventjes dit allemaal pakken. Al dit materie. Deze materie. Op zich is dat wel goed. Om te zeggen. Ja, niet echt goed om te zeggen, maar meer. Het klopt. Oké. Okay. Even alles kapot maken. Daar zijn we goed in, hè? Alles kapot maken. Zo. Kan dit? Ja. En wat we dan even gaan doen is. Oh nee, wacht. Wat doe ik? Dit.
zorgen dat het even wordt gevuld met water. Maar dat gebeurt niet. Ah, wel jammer. Even de stonebricks terugpakken hoor, want... Alsof ze een geintje met ons hadden uitgehaald. En zo van, nou moeten we ze even terugpakken. Ja. Dat waren ze allemaal. Ik ga denk ik... Gewoon zo. Wacht hoor. Ja. En nu? Wacht hoor. Ja, dit en dan zo naar de andere kant. Hier zo. Blup. Nice. Oké, wat nu? Deze stonebrick slabs, die willen wij helemaal tot dan daar. Dus dan moeten wij met de crafting table die gaan craften. Zo, dan zijn er al best aardig wat. Gaan we eventjes testen of het genoeg is voor de hele brug. Oh, wat heb ik gedaan? Verschrikkelijk. Kan die niet meer tegen. Ik denk dat het niet genoeg is. 1, 2, ja, het is niet genoeg. We moeten meer. Zo. Ja. En alweer wat meer. Ploep. Ja. Ik weet het. Zo. Tjak, 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 tjak. Nou. We hebben weer te weinig. Wat vervelend. Minecraft. Ja. Ik weet het. Zo. En dan hebben we er nu al genoeg, hè. En dan leg ik je hier nog wel in de grond. Zo. Niet dat zand. Oh, jongen, jongen, jongen. Ploep, ploep, en ploep. Ook wat planks. Voor hier zo. En dan... Hier zo ook, denk ik. Ja, ook. Snap je hem? Ja. Dan zijn we weer grappig. Ploep, ploep, ploep. Nice. Leuk, toch? Wat deden we verder? Het dak maken. Oké, dat is goed. Kunnen we naar het dak op een manier... Oh ja, wacht, dan moeten we dit doen. Zo. Plop, plop, plop. Flop. Dat is leuk om te zeggen. Dan gaan we hier naar boven. En dan... Een soort van piramide dingetje maken hier. Dus echt... Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Spruce wood, hier zo. Wacht, even denken. Ja, ik weet het. Ik moet er nog één zo'n laag over leggen. Als het goed is. Zo. Ja, dat is het wel. Dat is wel het plaatje wat we willen. Zo. En dan hier zo. Dit. Dan krijgen we zeg maar zo'n hele rij met... Oh, help. En dingen. Ja. Ik denk dat er wel een mooi gebouw wordt. Ik weet het al zeker. Zo. Plup, plup, plup. Zijn we er. En dan... Hier, hier, hier. En dan, dat het uitsteekt, zeg maar. Oh, wacht, wat heb ik gedaan? Ja, ik heb hem. Heb hem. Zo. Tjak, tjak. En dan krijgen we, zeg maar... Oh, wacht, wat moeten we nou maken? Dat we wegkomen? Nee, grappig. Naar beneden. Oh, we moeten ook nog een trap maken, natuurlijk. Ja. En dan maken we trapjes. Heel veel. Maar zeker ook wat slabs. Zo. En voor de rest vooral trapjes. Gewoon trapjes. Oké? Okay? Afgesproken. Dan gaan we weer naar boven. Leuk muziekje. Grappig. Zo. En dan... Boven doen we een rij van slabs. Ja. Dat is prachtig. Wacht op. Oh, wat doe ik toch? Ja. Nice. Nee, wat doe ik? Nee. Huh? Oké. Okay. Ik snapte het even niet. Zo. Ik vind dit zo'n leuk huis. We maken ook echt al veel progress, volgens mij. Proger, vond ik moeilijk om te zeggen. Ja. Klaar! Nou, ja, niet dat het huis klaar is, maar... Die rij was klaar. Nog hier zo, laten uitsteken. Volgens mij hebben we niet genoeg trapjes. Nou, dit is niet volgens mij, dat weet ik wel eigenlijk gewoon zeker. Zo, oh. Nice. Nice. Nee, 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 nee. Ik zie je wel. Oh. Ik hoopte dat hij op de cactus viel. Want dan werd hij vernietigd. Dat verdient een blokje wel. Oh nee. Oh help, ik ga... Nee, help. Nee, ah. Cactus doet pijn. Help. Oh. Nou, gaan we meer van dit maken. Willen we een spruce wood of een oak wood? Moeilijke keuze.
Of we doen gewoon dit. Ja, nee, dan heb ik liever 16 dingen dan 1 oorkoet. Ja. Dat is echt gewoon keuzes maken in het leven, jongen. Help! Paniek. Dan gaan we weer naar boven. Zo, blup, blup, blup. Oh, we komen... Nee. Hebben we het nou... Oh. Nee, dat is... Wacht, ik weet het. Ja. We zijn er. Zo. Verder naar rechts. Ja. En dan hier, hoor. Krijgen we het. Plop, plop. Nee, je moet... Dat gaat net. Zo, en dan nog één rij. En dan is het klaar. En dan gaan we de volgende dag, dus morgen eigenlijk, gaan wij de interieur doen. Er is nog één iets wat ik wil veranderen. Oeh, dat kwam net goed. Met de dingen. Met de spruce dingen. Trapjes. Wat ik nog eventjes wil doen is meer van die trapjes maken. Plop. En dan gaan we naar boven. Maar wel gewoon naar de tweede... Oh, help. Naar de tweede verdieping. En wat we dan doen is... Oh nee, wacht. We moeten meer trapjes. Toch, hè? Oh, we hebben niet genoeg. Oh wel. Oh, jawel. Ja. Geen paniek. Jongens, eventjes gewoon rustig zijn. Zo. Plop. Die weg. Die weg. Die krijg. Die weg. Die krijg. Die weg. Die krijg. Die daar. Ja hoor. Wat duidelijk allemaal. Yes. We zijn er. En nou nog één iets regelen. Dat is dit. Is het hier goed? Ja. Niet echt gelijk goed, maar meer hoe het moet zijn. En dan hier zo verder. 24. En die zetten we dan daar. En ik denk dat dit een heel leuk effect geeft. Oeh, dit wordt... Oh, dat is een tricky ding. Hoe gaan we dat daar doen? Ik denk dat we weinig keuze hebben. Ik denk dat ik het gewoon zo ga doen. Zo. En dan aan de andere kant. Oh, wacht, ik zet even hier zo toortjes binnen. Nee, niet buiten. Ik zei binnen. Luister, hè. Zo. En dan doen we dat aan deze kant ook. Oh, wacht, meer naar daar. Ploep, ploep. Nee, god. Niet schelden. Sorry. Ploep, ploep, ploep. En dat was het. En dan gaan we van een afstand... Wow, dat was echt snel praten. Dan gaan we van een afstand kijken hoe mooi het is. Want ik weet zeker dat het mooi is. Maar hoe mooi? That's the question. Dat was toch altijd zo'n televisieprogramma? That's the question. In ieder geval, even vanaf de zijkant. Dat is vanaf die berg. Is een mooie... Oh, lelijk. Oh. Zo. In ieder geval, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat dan even een like achter. Abonneer eventjes op de geweldige kaas voor meer. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. Er is nog één iets wat ik wil veranderen. En dat is gewoon dit. Zo. Nice. Oh, help. Tjak. Ja, dat is toch leuk. In ieder geval de volgende keer maken we het wel mooi. Tot ziens. Laat een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En zeg tegen jullie tot de volgende keer. Doei. Die kon niet missen.